Goedemiddag allemaal en welkom bij deze speciale video. Ik heb heel veel vragen gekregen over Hyrule Warriors. Is het spel nou echt leuk? Is het spel nou niet leuk? Het is geen Zelda-spel, wel een Zelda-spel. Heel veel vragen erover. Dus ik doe nou eigenlijk een soort van review eigenlijk erover. Voor de mensen die zich inderdaad nog twijfelen of ze dit spel moeten kopen of niet. Ik krijg heel veel vragen over. Een Let's Play zit er voorlopig nog niet in. Maar ik krijg heel veel vragen over en ja, ik weet niet. Ik denk, ik neem jullie gewoon heel erg mee. Nou, Hyrule Warriors, mijn ervaring ermee. Ik vind het een heel leuk spel. Maar ik ga jullie gewoon een beetje de basics laten zien. Let wel op, er kunnen een paar spoilers erin zitten. Dus hou daar wel rekening mee. Ik ga zoveel mogelijk proberen te laten zien. Spoilervrij, tenminste, dat probeer ik. Dus laten we er maar in gaan. Nou, zoals je ziet, je hebt hier gewoon het hele mooie titelscherm met press any button. Waar je normaal mee begint. Op het moment dat je binnenkomt, zul je dit zeg maar, zal allemaal nog uitzitten. Je moet eerst naar Legend Mode toe. En ja, er is downloadable content. En ja, er zit heel erg veel in, maar daar komen we later op deze video. Nou, we gaan eerst eventjes een kijkje nemen in Legend Mode. Aangezien dat ik al het een en ander vrij heb gespeeld om spoilers vrij te houden, ga ik gewoon zeg maar de Legend Mode, de eerste level gewoon in. Dat is twee keer op A drukken. Mocht je dit spel dus net gekocht hebben en je wilt dus gelijk met deze uitleg overal achterkomen, dus we duiken er gewoon gelijk eventjes in. Nou, als je dus zeg maar in de eerste wereld komt, dan zie je dus een heleboel blauw en een heleboel rood. Wat het allemaal inhoudt, dat zou je natuurlijk in het begin niet weten. Maar dat ga ik allemaal uitleggen hier. Je hebt dus zeg maar gewoon je battlefield info, een beetje over hoe dat dit level in elkaar zit. Vergeet niet, het is gewoon level 1. Warrior info, je kunt je eigen muziek kun je zeg maar neerzetten als je zou willen. Je kunt zelf je muziek kiezen die zeg maar in het spel zit. Je moet wel het een en ander vrijspelen, dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. En ja, door gewoon start battle in te drukken, dan krijg je dus een cutscene die wij niet laten zien. Geen spoilers had ik al gezegd. En dan begin je dus zeg maar als Link. Nou, ik heb de Green Tunic heb ik al aan. Die zou je pas eigenlijk krijgen zeg maar bij de volgende dingen. En dit is eigenlijk praktisch wat je non-stop gaat doen. Monstertjes, slachten, vechten, noem het maar op. Ik speel dit gewoon al eventjes op normal phone. Je ziet dat ik een material heb, daar kom ik allemaal later op veel verder. Maar ik ga heel eventjes een open plek eventjes zoeken om jullie te laten zien hoe dat dit precies werkt. Nou, je hebt gewoon je standaard, B-aanval. Of ja, ik speel in Zelda mode. Je hebt verschillende controls. Je hebt Dynasty Warriors controls, omdat ja, het spel is van Dynasty Warriors. Maar dan in een Zelda jasje gedaan. Dus dit is eigenlijk allemaal standaard B aanvallen die ik doe. En dat zal ook de eerste aanval alleen maar zijn die je dus zeg maar tot je beschikking hebt. Later kun je meerdere aanvallen unlocken. En dan zal ik ook precies laten zien hoe dat werkt. Maar dit is praktisch wat je dus moet doen. Nou, en als je dus zeg maar meer aanvallen gaat vrijspelen. Geen cutscenes, we gaan geen spoilers. Als we dus zeg maar meer aanvallen vrij gaan spelen, kom je dus achter dat je dus bijvoorbeeld dit kan doen. Of dat je dit kan doen. Lijkt een beetje op hetzelfde, maar dat maakt niet uit. 1, 2, 3 en wopsakee, de dash aanval. Dus heb je dus heel veel verschillende aanvallen die je dus echt eventueel zou kunnen doen. Nou, op het kleine kaartje wat we boven in het hoek zien, daar zie je dus zeg maar alles een beetje staan hoe dat het werkt. Je hebt daar dus zeg maar het vlaggetje, dat is zeg maar je ally die moet blijven leven, anders mis je, noem het maar op. Het is alleen maar level 1 die ik heel eventjes laat zien. Nou, je ziet dat ik bij ZR bommen heb, die zou je nog vrij moeten spelen. Nogmaals, ik ben al een stuk verder in het spel, maar dat komt dan dus allemaal weer. Je krijgt nog een waarschuwing, East Keep is about to fall, maar ja, we kunnen niet naar de East Keep toe, dat is dus zeg maar het nadeel. We moeten hier naartoe, dacht ik. Iets. Ja, nou gaat die deur open. Moest heel eventjes wachten. Nou, de bedoeling is dus zeg maar dat je deze keeps, die vierkante dingen zeg maar die rood zijn, geen cutscenes, geen spoilers, die moeten we dus zeg maar vrij zien te spelen. Nou, hem moet je dan zeg maar verslaan en zo kom je dus zeg maar een beetje verder en daar komt het zeg maar op neer. Dit is eigenlijk een beetje zeg maar de Legend Mode, je gaat door verschillende scenario's heen, er zit een hele storyline in wat eigenlijk best wel heel erg interessant is. Maar goed, hoe doe ik nou met al die materials die ik zeg maar hier pak, hoe kan ik daar dan mee sterkere wapens gaan hebben? Dat zien we hier. In elke game menu, zoals bijvoorbeeld Legend Mode of Adventure Mode, kun je op plus drukken om in de bazaar te komen. In de bazaar kun je dus diverse dingen doen. Bij de Badge Market zit daar een voorbeeld in. Wat ik hier laat zien kan spoilers bevatten, dus kijken ja, op je eigen risico. Laat zien zeg maar een beetje hoe dat alles werkt. Het kan een beetje spoilergevoelig zijn, dus hou er een beetje rekening mee. Als je dus zeg maar de badge market ingaat, dan zie je dus attack badges en ja, ik heb al heel erg veel geunlocked zoals ik al zei. Dit is eigenlijk zeg maar het standaard grid waar je mee begint. Dit hier, deze, je begint eigenlijk zeg maar hier en je begint hier, dank je.
En zo kun je dat unlocken. Nou, je ziet dus material needed om hem te unlocken. Daar heb je monster tooth voor nodig. En als je die hebt, kun je hem dan activeren. Dit is gewoon je standaard BBB, BBB, BBB move. Oftewel, als je zeg maar in Dynasty Warriors zou spelen, dan zou het gewoon zwakke aanval, zwakke aanval, zwakke aanval. Ik speel niet in Dynasty Warriors mode. Ik speel alleen maar in Zelda mode. Dus dat is alleen maar controls gebaseerd. Maar zo kun je dus zeg maar meerdere aanvallen en meerdere combo's kun je dus zeg maar activeren. Hier staat er een spinaanval, dat je hem vast kan houden. Je hebt heel veel verschillende dingen. Je kunt ook nieuwe wapens, zeg maar, voor Link kun je unlocken. Hoe dat je dat doet, ja, daar zou je zelf achter moeten komen. Daar ga ik niet lopen spoilen. Maar ja, dan kun je dus, zeg maar, hier krijg je dan, zeg maar, de nieuwe dingen. En ik laat hier toevallig al een beetje, zeg maar, zien voor welke dit is. Dit is voor de Magic Rod. Wat het precies doet, laat ik niet zien, sorry. Maar ik zei al, ik probeer zo min mogelijk te spoilen. En zo unlock je dus, zeg maar, verschillende dingen. Nou, je kunt natuurlijk spelen met meerdere karakters. Ik zal er even een handvol laten zien. Je kunt spelen als Link, je kunt spelen als Impa, je kunt spelen als Sheik, je kunt spelen als Lana. Maar ja, wie Lana is, dat weten we natuurlijk nog niet. Daarvoor moet je echt de storyline een beetje gaan spelen. Dus er zijn verschillende karakters. Ja, Zelda is ook speelbaar, noem het maar op. Iedereen heeft zijn eigen moveset, iedereen kun je, zeg maar, trainen. Er zit er heel veel variatie in. Nou, je hebt dan ook, zeg maar, je defensie badges. Die zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld dat je een potion kan gebruiken. Mocht je dus, zeg maar, bijvoorbeeld veel schade nemen. Er zit hier echt heel veel in waar je dus, zeg maar, mee kan experimenteren en mop. En het leukste wat je hier ook in hebt zitten, is de variatie van wapens. Ik ga heel eventjes snel door naar mijn wapens, want dan zien jullie alle wapens. En die wil ik spoilervrij houden. Dus even een knipje. Nou, om heel eventjes terug te komen dan op inderdaad de wapens. Dit is dan, zeg maar, het zwaard waar je mee begint. Normaal gesproken heeft een wapen waar je dus mee zou beginnen maar één slot. Oftewel, dan heb je dus maar één zo'n leeg vakje erin zitten. Of een gevuld vakje met één van die dingen erbij. Zoals je ziet, ik heb al wat meer wapens. Ik heb zelfs al een sterk wapen. Je hebt level 1, level 2, level 3. Oh, is misschien een beetje spoiling. Maar ja, ik doe mijn best hier. Maar, wat je dus daarmee kan doen is, je hebt dus, zeg maar, een attackkracht en je kunt dus kijken van, nou, hoeveel strength heeft hij, hoeveel dit. Allemaal, zeg maar, voordelen die je in de battle kan hebben. Dus op zich heeft zo'n battle op zich wel zijn voordelen en je kunt dus, zeg maar, dingen overzetten op een ander. Bijvoorbeeld, je hebt hier Stars Plus, je wil een wapen hebben met meer sterren, wat eigenlijk heel erg goed is. Nou, dan kun je die dus, zeg maar, overzetten op een wapen die misschien sterker is met een leeg slot erop. Dus dan kun je dat, zeg maar, zo met elkaar fusen. Heel erg handig, heel veel vrijheid die je daarin hebt en heel veel wapens. Geloof me, je hebt hier heel veel wapens hier zitten. Nou, als je Legend Mode hebt gedaan, of je doet het tegelijkertijd, want er is namelijk nog een hele andere mode. En ik vind die persoonlijk leuker. En dat zeg ik heel eerlijk, die vind ik vele malen leuker als Legend Mode. Maar ik zal hem laten zien. Maar Legend Mode is ook wel leuk hoor, daar niet van. Maar ik zal het even laten zien. Je hebt ook nog eens een keer Adventure Mode. Nou, Adventure Mode, ik heb al behoorlijk veel vrijgespeeld. Dus als ik Adventure Mode inga en de dingen over ga uitleggen, dan kunnen er dus dingen gespoild worden, aangezien dat ik al behoorlijk veel van Adventure Mode unlocked heb. Hou daar rekening mee. En hier zijn we dan in een Adventure Map aangekomen. Nou, zoals je ziet, ja, er is heel erg veel unlocked. Je ziet daar A-Rank Victory, Battle Victory. Ik ga hier een beetje over uitleggen hoe dat het precies werkt. Zoals je ziet, je hebt heel veel items op de kaart staan. En ik heb het meestal unlocked, zoals ik al zei. Je ziet dus, zeg maar, wat ik nog niet heb unlocked. Je ziet ook items staan en noem maar op. Dit is echt de Legend of Zelda 1 map. En je zou dus, zeg maar, hier beginnen. Nou, dit is, zeg maar, ik zou hier één. Iedere vakje heeft, zeg maar, zijn eigen, ja, hoe zeg je zoiets? Heeft zijn eigen manier van winnen. Je hebt bijvoorbeeld dat je 300, dat je een aantal vijanden in een bepaalde tijd moet gaan verslaan. Dat je een heel level zou moeten gaan halen. Dat je een groep bazen moet verslaan. Of dat je gewoon echt een heel level moet gaan halen zoals dat je in Legend Mode hebt gedaan. Nou komt hier het leuke ervan in voor. Op sommige plekken, dan zie je dus, zeg maar, je ziet overal zie je wel iets staan. En ja, sorry daarvoor, het is een beetje spoilgevoelig. Tot het, zeg maar, laat zien met wie dat je kan vechten. Dus ja, nogmaals, het bevat spoilers. Mijn excuses daarvoor, er stond een waarschuwing in het begin. Ik ga het daar nou niet meer over hebben. Wat je dus hier kan doen is, je ziet dus verschillende items en bijvoorbeeld, even een goed voorbeeldje. Hier bijvoorbeeld, dan zie je dat je een Piece of Heart voor Lana kan krijgen. Als ik op X druk, dan kom je dus, zeg maar, op de kaart en waar dat trapje zit, voor de mensen al gelijk een voordeel. Daar zit inderdaad een secret, maar die zou dus, zeg maar, niet open zijn. Nou, daar heb je een kaars voor nodig om een bosje weg te branden. En als je dat doet, dan ontstaat daar, zeg maar, dat vakje. En zo zou je dus het kunnen laten zien hoe dat, ja, dan is die secret unlocked. Dan moet je gewoon het leveltje halen. A-rank A-rank leveltje halen en je hebt hem zo voor elkaar gekregen en je krijgt dan, zeg maar, de Piece of Heart van Lana. Nou, ik zou een beetje van Legend Mode laten zien. Bijvoorbeeld, ja, dat komt door een Battle Network, maar dat maakt niet uit.
Ik zal heel eventjes gewoon het eerste level laten zien. Gewoon eigenlijk een beetje voor de lols ervan. Dus ik speel ook als Link. Nou, dan komen we weer in dit minuutje terecht. Kunnen we dus eventjes langs de bazaar nog heel even om dingen klaar te zetten. Ik kan de muziekachtergrond aanzetten en noem maar op. Daar in de kleine kaart zie je dus een beetje zeg maar hoe dat hier eruit ziet. We hebben 10 minuten de tijd en dan moeten we dus zeg maar 300 vijanden gaan verslaan. Nou, dan wordt hier de missie gestart. Ik heb voor de grap heb ik nou een ander wapen gepakt. Ik heb de Firebolt gepakt. Er zijn veel meer wapens. Maar dit is ook een van mijn favoriete wapens. Dus dat kan ik heel eventjes laten zien. Ik ben hier nou even lekker combo's aan het doen. En nou wil ik ook eventjes laten zien. Vijanden hebben ook een zwakke plek momentje. Op het moment als hun zo'n cirkeltje laten zien. Dan hebben ze een zwakke plek. En als je die zwakke plek dan zeg maar gebruikt, kun je dus zeg maar een sterkere aanval doen. Zowel tijd. Nou, dat gele balletje wat je daar bovenin ziet, waar nou ik sta te knipperen. Dat is een hele grote special aanval. En volgens mij komt er nou een baas tevoorschijn zelfs. Want ze maken het natuurlijk niet makkelijk in adventure mode. Het moet uitdagend zijn. En geloof me, er zitten heel veel uitdagingen bij. Ik ga de cutscenes niet allemaal spoilen. Het is gewoon heel eventjes om te laten zien hoe dat een beetje alles werkt. Nou, de King the Dango die zit daar. Ik zou hem kunnen verslaan, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Want ik heb maar 10 minuten en ik moet zo snel mogelijk kills doen. Nou, als ik die sterke aanval doe. Woosh. Knal ik alle vijanden gewoon out of the way. Nou, natuurlijk heel belangrijk om ook weer die items te pakken. Rubies heb je nodig om zeg maar bij de bazaar dingetjes te kunnen doen. Je moet iedereen kunnen trainen. En zoals je dus ziet, ik ben enorm met combo's bezig. Iedere wapen heeft zijn eigen combo's. Iedere aanval heeft dus zeg maar zijn goede kant en zijn slechte kant. En je hebt er ook elementen in zitten. Dus zover dat ik nu dus zeg maar erachter ben gekomen. En mijn telefoon die geeft al een mailgeluidje. Leuk! Woosh! Oh, hij gaat zijn zwakke aanval weer. Of ja, sterke aanval, waardoor dat hij even een zwak brief momentje krijgt. Smile, you son of a fiets! Een son of a fiets. Nu officieel te verkrijgen. Maar ja, zo werkt eigenlijk dus Hyrule Warriors. Met keeps ook halen, dan moet je dus zeg maar ook heel veel monsters verslaan. Het is eigenlijk gewoon constant monsters verslaan en ja, met allerlei verschillende karakters. Het is niet inderdaad zoals je gewend bent van The Legend of Zelda, dat zeg ik heel eerlijk. Het is dus niet puzzeltjes oplossen zoals dat we dat vroeger altijd eigenlijk in de Zelda games hebben gedaan. Maar je kunt met zoveel karakters spelen wat gewoon echt gaaf is gemaakt. Je kunt zoveel verschillende dingen doen en ik moet echt zeggen, dit houdt mij echt uren gewoon geboeid. Gewoon proberen zoveel mogelijk te winnen. Nou, ik heb al 250 kills. We moesten er maar... we moesten er 300, geloof ik. Ja, 300 staat er klein in beeld. Dus op zich is dit best wel... ja, uitdagend. Oké, ik heb nou... Mijn level is ook veel te hoog hiervoor. Want dit is de eerste wat je doet. Dus alles blijft wel uitdagend. En replayability zit er zeker in. Omdat je hebt zoveel karakters. Moet je een karakter eventjes trainen. Je hebt te weinig groepjes om ze inderdaad te kunnen trainen. Geen enkel probleem. Gebruik inderdaad zeg maar gewoon je skills. En gebruik een ander karakter om die eventjes te trainen. Je kunt zoveel doen hier. Ik moet echt zeggen, ik geniet elke keer weer als ik dit spel opstart. Nou, we hebben victory. Ik heb geen schade genomen. Ik heb behoorlijk snel gedaan. Dus ik heb de A-rank gehaald. En als ik dus als V had gespeeld, had ik dus een piece of art gekregen. Die ik al heb. Want ik heb al veel vrijgespeeld. Dus er is echt heel erg veel om te doen. Ik geef dit spel persoonlijk... nou, laten we zeggen... ik geef het een 8. Want er zijn een paar dingen die ik dus zeg maar... waar ik het niet mee eens ben. Een voorbeeld. Ik zou nog één leveltje gewoon laten doen. Nogmaals, het is spoilergevoelig. Stond in het begin van de video. Nou, we hebben dus zeg maar een kompas gekregen. We krijgen dus een nieuwe Fire Rod. En wat het andere is... geen spoilers. Jawel, spoilers. Materialen die je dus zeg maar krijgt, heel erg leuk. Dus ik ga nog heel eventjes één level doen waar we dus zeg maar inderdaad keeps kunnen halen en noem maar op. Kan ik heel eventjes laten zien hoe dat eigenlijk een beetje in zijn werk gaat. Nou, ik doe gewoon nog één leveltje, dan kan ik heel eventjes nog even over andere dingen praten. Want er zijn, ja, ik geef het een 8, want er zijn een paar dingen waar ik het dus minder mee eens ben. Wat ik ook handig vind is dat je tijdens de loading screens dus ook gewoon zeg maar non-stop de hele tijd een hint krijgt. Elke keer als je heel eventjes moet wachten tot het spel zeg maar gaat laden, dan krijg je dus heel erg mooi een hint zeg maar die laat zien hoe dat je sommige dingen kan doen en ik wil niet raken. Oké, ik heb maar een kwart hartje, daar schade, dat maakt niet uit. Maar wat ik dus jammer vind is, je kunt met z'n tweeën spelen, alleen in dezelfde kamer. Er is geen online functie, zover dat ik weet. Dus ja, ik weet dat ik het heel erg doe. Beestjes en hou ik niet van. Donder is allemaal even op. Ik zie hier een hele belangrijke die hier onze keep gaat proberen over te nemen. Blauwe keeps zijn van ons, rode keeps die zijn dus zeg maar van de vijand die wij over moeten nemen. En het is een Darknet. Oh, hij is zo shiny. Waar ben jij een shiny? Darknet, hier hebben we vlammenwerpen. Oké.
Nou, maar dat zijn dus zeg maar een beetje de dingen waar ik dus... ja, dat vond ik heel erg jammer. En je kunt dus zeg maar dit met z'n tweeën spelen. Ik raad aan dat er eentje speelt met een pro-controller en dat de andere speelt met de gewone gamepad. Degene die op de gamepad speelt, die moet dan op de gamepad kijken. En degene die op de D-pad zeg maar kijkt... die op een televisiescherm kijkt met de gamepad of met een pro-controller speelt. Ik kan echt niet praten als ik dit aan het noemen. Zo erg is het. Het is een live commentary, dat ben ik gewend. Maar op zich, dat vind ik op zich niet zo'n ramp. Alleen ik bedoel van, ja, het zou wel heel erg fijn zijn als je zeg maar gewoon een vriend zeg maar hebt. Die woont aan de andere kant van Nederland. Dat je zou zeggen van, hey, ik kan een level niet halen. Zou je me willen helpen met dat level? En dat je dus zeg maar inderdaad online met elkaar gaat spelen. Er is wel een andere manier dat je dus zeg maar een sterkere vriend hebt die dan misschien iets zou halen. Hoe dat precies werkt, daar ben ik ook nog niet achter. Zoals je nou hebt gezien trouwens, ik heb deze keep overgenomen. Maar dat is eigenlijk een beetje de issue die ik tot nu toe heb. En nogmaals, het is een review, het is geen let's play en het wordt ook geen let's play. Misschien dat ik het vandaag of morgen ga streamen. Hou daar eventjes de updates op in Facebook tot ik, deze game eventjes ga streamen. Misschien hartstikke leuk om te doen, wie weet. Dus ik ga het gewoon misschien proberen. Nou, eventjes bommetje erop. Want jij hebt ook zelden items hierin zitten en alles heeft zo hier zijn voordelen. En ik vind gewoon de Fire Rod is een van mijn lievelingswapens. Ik vind dat zo fijn om gewoon... Dit is een van mijn favoriete aanvallen. Ik doe dan niks anders gewoon als constant eigenlijk de Fire Rod als een soort hakbijl om me heen swingen als een boomerang. En we hebben een kukkel op de battlefield. Hartstikke leuke naam. Maar het zal allemaal wel. Zoals je dus ziet, je killt ontiegelijk veel. Dat balletje wat je daar dus ziet, Central Keep, dat wil dus zeggen hoeveel vijanden dat je nog zou moeten killen voordat zeg maar, de baas zeg maar, van deze keep tevoorschijn komt. Dus 9 van 10 keer eigenlijk best wel een heel erg makkelijk beest die je hoeft kan verslaan. En als je die verslagen hebt, dan is de keep van jou. Zorg je wel voor dat je je keeps goed verdedigt. Want ik zie daar nou bijvoorbeeld heel veel rode op naar een van onze keeps toe gaan. En dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk. Dus heel eventjes daar doorheen rammen. Hoppakee. En dan ga ik heel eventjes deze keep in. Want ik zag hier het een en ander gebeuren. Zoals je ziet. Zijn er echt veel sterke vijanden. Dus ik hoef ons hier echt zorgen te maken. Zo te zien. Oké, dan gaan we hier weer weg. Ik ga eventjes naar dat blandelende stipje. Maar zoals je ziet. Hyrule Warriors. Het is een gigantisch groot spel. En ook al heeft het niet echt het puzzel oplossen. Wat je dus zeg maar gewend bent. Hey Zelda, hoe gaat het ermee? Kom je al eventjes helpen. Kijk, zo doe je dat Zelda. Je pakt gewoon eventjes je trouwe Fire Rod. En je woest even alles aan de kant. Makkelijker kan niet. Descaleert hoop ik. Mooi. Dan kan maar één Hero of Time zijn. Zelda, dan ben ik. Nou. Enemy forces are... Oh, echt serieus, ben je daar nou? Maar ik denk dat jullie hier wel een beetje het idee nou van krijgen hoe dat dit nou precies een beetje in zijn werk gaat. Nogmaals, ik geef het een... Ja... Laten we het op een 8 houden. Ik bedoel, er zijn een paar dingen die hadden beter gekund. Er zijn een paar dingen die werken zo soepel. Ik moet zeggen, de gameplay die werkt heel erg soepel. De controllers werken heel erg goed. Je loopt overal heel erg handig doorheen. En dat je met zoveel verschillende karakters kan vechten, houdt het spel zeker geboeid. Dus, vraag je eigenlijk af of... Ja, ik zeg gewoon van... als je een Zelda-fan bent, is dit definitely een game waar je zeker een fan van gaat worden. Want... Het heeft zoveel throwback naar andere Zelda-games. En voor de Dynasty-fans? Nou, ik weet niet heel erg veel van Dynasty Warriors. Dus over Dynasty Warriors kan ik niks zeggen. Ik ben echt zo'n standaard Zelda-fan die gewoon dit spel heeft gekocht omdat het The Legend of Zelda erop had zitten. En ik moet zeggen, ik ben blij dat ik het spel gekocht heb. Daar ben ik echt heel blij om. Dus met dat, heb je nog een paar vragen eventueel over deze game? Laat het achter in de reacties. Misschien kan ik daar een antwoord op geven. Vergeet niet, ik speel ook eigenlijk dit nou tussen de opnames door. Dus ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen. En met dat gezegd te hebben, ga ik dit gewoon nou netjes afsluiten. Dus ik dank jullie voor het kijken. Misschien dat ik hem een keer ga livestreamen. Hou daar op Facebook in de gaten. En als het een livestream gaat worden... dat zit natuurlijk helemaal vol met spoilers. Dus hou er een beetje rekening mee. Oké, nou, ik ga heel eventjes deze keep doen. En ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop dat jullie dus ook heel veel plezier gaan hebben met Hyrule Warriors. Dit is Zelda Play 20. En ik ga wat moblins verslaan. Whoop-de-doo. Ah, B-rank, wat de klets.